Het is woensdag, u kijkt naar uw stad, u in de wijk Kanaaleiland. Wat hebben we voor u in de uitzending? We zijn bij het zorgcentrum Vecht en IJssel. Want zij hebben een open tent geopend waar buurtbewoners mogen komen, maar ook de bewoners natuurlijk van het zorgcentrum. En met behulp van vrijwilligers van de ING werd er ook nog een hele heuse theetuin gecreëerd. En verder gaan we de straat op, want het is al 10 jaar dat onze koning op de troon zit. En het is natuurlijk bijna Koningsdag. En hoe gaan wij dat vieren? Nou, dat gaan wij uitvinden. En verder nog steeds Eid Mubarak, als ik het nog mag zeggen. Want Eid el-Fitr werd gevierd in het hartje van Kanaaleiland. En daar hadden we snoep, koffie, cadeautjes, van alles. En wij gingen natuurlijk een kijkje nemen. Heel veel kijkplezier. Vandaag is het Eid al-Fitr, ook wel bekend als suikerfeest. Vandaag is het einde van de Ramadan en voor moslims een heugelijke dag met veel snoep, vooral cadeautjes voor kinderen. Mensen gaan bij elkaar op bezoek, mensen komen ook hier bij Hartje van Kanaaleiland. En de cadeautjes die hier worden uitgedeeld, de hapjes die hier worden uitgedeeld, zijn echt niet alleen voor de moslims. Het is voor alle kinderen, het is gewoon een feestdag voor de wijk. En we gaan er ons dus even in onderdompelen. Vandaag Eid al-Fitr, een mooie dag. Maar voor jou ook de afsluiting van een hele drukke periode. Ja, drukke periode, maar een zeer magische periode. We hebben natuurlijk, zoals je weet, Hans-Peter, hier vanaf het begin van het Ramadan zelfs tussen de 500 en de 600-700 maaltijden per dag. We hebben PI Nieuwegein gedaan. We hebben gewoon heel veel mensen, behoeftigen, geholpen, 29 dagen lang. Dankzij heel veel liefde van heel veel wijkbewoners, maar ook heel veel mensen uit het land. Die ons hebben ondersteund met producten, et cetera. Maar het mooiste is, vandaag sluiten we gewoon met een prachtige feest af voor kinderen. Met twee prachtige luchtkussens. Heel veel snoep. Het mag vandaag. Dus ze hebben echt gedronken, ze hebben gegeten, ze hebben cadeautjes kunnen uitkiezen die ze wilden hebben. Iedereen heeft gekregen waar hij eigenlijk zin in had. Ja, Fitr of suikerfeest in het Nederlands, het is een heilige dag. Nou, voor moslims, het is de eind van Ramadan. Het wordt gevierd eigenlijk door suikerfeest, zeg maar, te vieren. Een dag van de vruchten, een dag van samenkomen, families, gezinnen, samenhorigheid ook. Iedereen in de wijk is blij. En jij ziet het ook omheen, kinderen, oud. Want vooral kinderen worden in het zonnetje gezet. Dat klopt. Dat staat ook in het teken van de vruchten bij de kinderen met name. Maar ook oude mensen komen ook op dat soort evenementen op en af. En iedereen is blij en tevreden. Ga je nou overal cadeautjes halen? Hier en misschien bij je ouder, bij je grootouder? Ja, met familie. Oké, dus de hele dag mensen op bezoek. En wat hebben jullie al een mooi cadeau gekregen? De strand, daar het teken. Oké. Nou, dan wens ik je wel een hele fijne dag en voor plezier. Noor, heb je vandaag al veel kunnen snoepen? Ja. Maar dat mag alleen vandaag, toch? Nee, 3 dagen. Oké, 3 dagen. Maar daarna moet je weer een beetje gewoon eten waarschijnlijk. En heb je ook cadeautjes al gekregen? Ja. Ja? En bij wie ga je vanavond lekker eten? Thuis. Thuis? Kan je moeder goed koken? Ja. Met Koningsdag voor de deur vroeg ik mij af, hoe koningsgezind zijn wij eigenlijk? De straatvraag van deze week is dan ook, wat vindt u van het Koningshuis? Ja, ik vind het altijd wel heel leuk. Dus ik heb ook wel zin in donderdag om weer een feestje te vieren. Wat ga je doen? Ik moet zelf optreden in Oudewater in Utrecht. Dus dan gaan we daar lekker dansen met mensen.
U danst, u zingt. Wat gaat u voor optreden geven? Zingen in een bandje inderdaad, ja. Ik vind het Koningshuis wel belangrijk. Ik denk dat we wat nodig hebben voor handelsrelaties en goede relaties met landen. Heeft u een favoriet binnen het Koningshuis? Ja, koning Willem-Alexander natuurlijk. Hij heeft vroeger goed bier gedronken, heb ik gehoord als student. Dus dat vind ik wel mooi van hem. Over bier gedronken gesproken, ga je nog wat leuks doen met Koningsdag? Ja, ik ga werken met Koningsdag. Ik ga schipperen op boten in Amsterdam. Het Koningshuis? Ik heb er niet zo'n hele hoge dunk van, eerlijk gezegd. Nee, waar komt dat door? Dat komt door alle optredens van de koning, met name in de afgelopen jaren. Dus de incidentjes die er zijn geweest met de boot, met... U bent het vertrouwen een beetje kwijt? Nou, een beetje veel, ja. Ja. Gaat u Koningsdag nog wel vieren of gaat het aan u voorbij? Nou, het gaat grotendeels van mij voorbij. In een blauw geruite kiel draaide hij aan het grote wiel de gang. Ik vind het heel prettig om dat vooral op tv te zien verschijnen. Ik zet dat graag aan als er momenten zijn. En dan kijk ik daar graag naar, ook met elkaar, met z'n allen zitten we soms naar te kijken. En gaat u nog wat leuks doen met Koningsdag zelf? Oh, met Koningsdag zelf? Ja, we willen in Utrecht. Willen we gaan kijken naar de kindermarkt die er is en er georganiseerd wordt. Dus daar willen we even overheen wandelen. Ja, Koningshuis is mooi. Leuk dat we hebben. Niet iedereen heeft dat. Fan van de koningin? Van de prinses, dus prinses. Nou, ja, zeker, absoluut. Ik vind alleen koning Willem-Alexander wel een leuke persoon. Ja, wat maakt hem zo leuk? Gewoon inderdaad zijn studentenleven. Ik hoor daar veel grappige verhalen over. En dat heeft niet iedere koning in de hele wereld, zeg maar. Ga je nog wat leuks doen met Koningsdag? Dat niet per se. Ik ga in Koningsdag ga ik vooral uitbraken van Koningsnacht. Want daar ga ik wel leuke dingen doen. Wat ga je doen met Koningsnacht? Ik ga naar een festivaletje TikTok. En daarna gewoon Utrecht stad nog in. Dus dat wordt wel heftig. Heeft u een favoriet binnen het Koningshuis? Niet per se. En Koningsdag zelf, gaat u dan nog wat leuks doen? Dat en tompoezen eten. Ik denk dat het een goed symbool is. Het heeft niet zoveel functie in Nederland, maar als symbool is het wel iets moois. Weet u eigenlijk hoe oud de koning is geworden? Oeh, dat is een leuke vraag. Ik weet dat hij 10 jaar koningschap viert, maar hoe oud hij zelf is, weet ik niet. 57? Ik zou 54. Ja, je komt in de buurt, hij wordt 56. Heeft u nog een boodschap voor de koning die bijna jarig is? Ja, geniet ervan en drink een lekker biertje, zou ik zeggen. Mickey, het bruist vandaag van de activiteiten bij Vecht en IJssel. Ik zie mensen met, zo te zien, bloembakken in de weer. Er is een tent opgetuigd. Vertel er eens wat meer over. Nou, wij willen heel graag dat ouderen uit de wijk meer naar buiten gaan. Onze bewoners ook natuurlijk. En we hebben vandaag een theetuin gerealiseerd. We gaan thee kweken. En onder de theetent gaan we de komende zomer heel veel buitenactiviteiten doen. In samenwerking met wijkbewoners en bewoners van de BOEX. En wel prettig om zo'n locatie er nu bij te hebben. Ja, heerlijk natuurlijk, want mensen moeten naar buiten. Het idee is dat we de tent samen hebben gebouwd en dat de tent voor de bewoners beschutting met regenachtige dagen en ik denk nog meer schaduw tijdens de warme dagen zal opleveren. Zodat ze hier lekker aan het water kunnen zitten. En droog dan wel in de schaduw kunnen vertoeven. Ja, en ik begrijp, hij blijft hier een half jaar staan of zo? Ja, hij blijft hier net zo lang staan dat de bewoners willen. Maar dat zal voor de zomer zijn. In het najaar zal die afgebouwd worden. Nou, de uitzending zit er alweer op en ik ga me intussen even voorbereiden op Koningsdag. Ik ben helemaal klaar voor. En als u nog tips heeft of informatie, kunt u ons natuurlijk mailen op kanaaleiland@uindewijk.nl. En ja, die leuke filmpjes kunt u bekijken op www.uindewijk.nl. En ik zeg,
Lang leven de koning! Hello, hello, hello!